Koppen dicht. Goedenavond allemaal. Wij heten u van harte welkom op deze hele ontzettende leuke carnavalsavond. Speciaal voor u geregeld. Vanavond zijn aanwezig Stichting CC de Businessvakkers, de CC-band en het seniorencomité. Dus het zal wellicht een hele mooie, gezellige avond gaan worden. Wij heten ze van harte welkom. En we hopen dat het een leuke avond wordt. Veel plezier allemaal. Lekker is maar 1 meter lang. En op de deur van het buffet, daar heeft ons moeder op gezet. En dat er bij ons ook ooit gebeuren zal, we vieren altijd carnaval. Wat die mama kan. Met een actiebal, met een actiebal, met een actiebal, is hij. Ik ben al. Kom op, zingen en rap een beetje. Zingen, kom op. Niet zo verlegen, dat ben je anders ook niet. Dat ben ik zeker niet. Bianca, wat een feest. Ja, dat kan u wel stellen. Het was echt een hele, hele leuke avond. En wie heeft dat georganiseerd? Ja, ik? Ja, alleen maar alleen? Nou, nee, of niet. Ja, wel alleen, maar met heel veel vrijwilligers natuurlijk. Want zonder vrijwilligers doen we nee, zonder vrijwilligers ben je nergens. Waar komen al die mensen vandaan die hier zijn? Nou, van ons, van het verpleeghuis. Van de Lisdotten. Dat is ook superleuk dat die er zijn. En van de zorgappartementen en de aanleunbewoners.
Carola, een gezellige avond. Ja, zeker. En jij wist er al van dat dit ging gebeuren? Ja, natuurlijk. Als voorzitter zijn, dan moet je dat weten. En wat hadden jullie beslist? Wat wij beslist hebben, ja, dat wij hier naartoe natuurlijk komen om een klein feestje te houden hier. Oké, en al die mensen, die hebben jullie allemaal stuk voor stuk uitgenodigd? Dat hebben we in samenspraak met de ganshoek gedaan. En de Lisdolder is ook hier aan. Niet naar de camera kijken. Oké, niet meer doen. Dan ben ik helemaal verslag af. En al die mensen die waren hier en de muziek was er ook. Kortom, iedereen heeft zich goed geamuseerd, dacht ik. Jazeker. Seniorencomité was er met een leuke act. Dus nee, helemaal... We hebben een leuke avond gehad en ik hoop dat de mensen dat ook hebben gehad. Absoluut, want de muziek was goed en de mensen waren flink aan het polonaiseren. Ja. Ik heb zelfs nog even meegedaan, terwijl ik een beetje moeilijk te benen me. Maar het was gewoon hartstikke leuk. Hartstikke gezellig sowieso. Ja. Volgend jaar weer? Natuurlijk, dat blijft erin hè. Ja, maar dan... Mevrouw, meneer, goedenavond. Goedenavond. En hoe was het vanavond? Nou, goed hè. Lekker meegedanst? Ja, ik word meegedanst. Ik kan het met z'n doen. Maar u bent er dus even lekker uit, hè? Ja, wel. Ja. Maar ik heb u wel bezig gezien. Ja, wij vonden het heel leuk dat u er was. En ook lekker in de Polonaise meegelopen. We vonden de muziek ook heel erg mooi. Maar hoe kom je hier zo terecht? Ja, wij zijn zwaluws. Ja, dat snap ik. Maar zitten jullie ergens intern hier? Ja, ik zit in de Nieuwstraat. Ja, dan woon ik in de Nieuwstraat. En ik begrijp dat u ergens anders woont. U woont ergens anders, begreep ik. Ja, ja. Oh, gezellig. Ik woon hier zo. Lekker thuis. Oké, en komt er nog meer met de carnaval? Gaan jullie nog meer doen? Nou, ik denk het niet meer. Carnaval kijken, Piet. Niet een pilsje pakken ergens? Nee, dat wil ik niet meer. Nee? Dat is wel lekker af en toe, hoor. Dat was vroeger, man. Nou niet meer. Je hebt groot gelijk, want je moet alleen maar van naar de wc toe, hè? En u? Gaat u wel lekker aan het pier of ook niet? Nou, ik wist het niet aan dat advocaatje. Ik heb liever als verkocht. Hij is ik heb daar gezien. Je hebt er al twee op. Ja. En lekker met die slagroom erop, hè? Ja. Dan heb je weer twee moeten bijkouwen. Ja, dan krijg je het thuis niet, hè? Jawel. Ook al? Jawel. En gaat er nog meer doen met de carnaval? Nou, dat de carnaval gezellig met de carnaval. Ja, maar gaat er nog meer doen buiten? Nou, een leeg rondje lopen misschien. Ja, toch wel. En in een optocht ook? Nou nee, in de optocht niet. Wij gaan wel naar de optocht kijken. Ja, zo'n optocht. Wij gaan bij Omroep Drimmelen gaan wij de optocht opnemen. Die kunnen thuis altijd nog kijken. Oh ja, ja. Ja, wanneer is de optocht? Die dan de zondag? Op een dinsdag. Nee, op een zaterdagmiddag. Oh, zaterdag niet meer. Hoe laat begint die? Geen idee, maar ik denk zo rond een uur of twee. Oh, ja, dan zullen wij wel eens kijken. En als het niet te hard regent, dan wordt het nog gezellig ook. Ja. Denkt u niet? Dan lopen ze allemaal onder de paraplu. Ja, maar dan kennen wij niks zien, dus... Nee. Dus ik hoop dat het een beetje zonnetje is, maar ik heb er een kwaai hoofd in. Ja, maar ja, hopen maar op goeie weer. En zo moeten we leven. Hé, bedankt voor jullie even tijd voor ons. En ik ga weer eens verder kijken of er nog meer mensen wat willen vertellen. Bedankt en prettige avond nog, hè. Heel fijn dat u er was. Oké, houdoe. Ik denk dat u En u heeft iets met... Niet naar de camera kijken. Oh, sorry. U heeft iets met de Lisdotter. Ja, zeker. Ja. En wat doet u daar? Ik werk daar. Als begeleider van mijn mensen. Oké, maar nu bent u niet in de Lisdotter en toch bent u hier. Ja, zeker. Wij zijn uitgenodigd door Bianca van Geloof. Ja, zo is dat. Lieve meid, hè? Heel zeker. Ja, ja. En hoe was het vanavond? Ja, heel gezellig. Was heel leuk. Maar met hoeveel waren jullie? Met z'n vieren. Oké, want ik heb jullie flink op de vloer gezien. Ja, zeker. Daar zijn we heel goed in. Ja, en iedereen liep even hard en kortom, het was een dolle boel. Ja, het was een heel gezellige avond. En wat gaan we binnenkort in de Lisdotter doen? Voorlopig nog even niks. Uitrusten. Uitrusten, denk ik. Bijkomen. Oké.